En na een lange dag werken zitten we in de auto. Hebben we er zin in, Olivia? Ja. Cool. Papa en mama ook heel veel zin in. Hey guys, welkom bij een nieuwe vlog. Het is vrijdagochtend, het is heel vroeg, 8:30. En ik ben aangekleed en ik heb een paar afspraken nu. Ik was een beetje moe, ik ben gisteravond laat teruggekomen uit Hamburg. En oh, het regent ook buiten. Ik ga snel Olivia naar de crash brengen en naar mijn afspraken toe. Sorry, dus let's go. Oké, mijn pony is prachtig. Je bent niet gewoon thuis. Ja, ik ga koffie voor je maken. Ik ben thuis na een afspraak en het was sowieso een leuke afspraak om bij te kletsen met die persoon. Maar we hebben het ook over een project gehad. Ik vind het zo jammer dat ik niks kan zeggen, maar volgend jaar wordt echt het allerleukste jaar uit mijn carrière. Dat weet ik al wel. Echt, de dingen die we volgend jaar gaan doen zijn zo leuk en jullie gaan het ook zo leuk vinden. Maar ik kan niks zeggen. Wat kan ik zeggen? Ja, ik ga met een aantal bestaande merken... co-collecties en limited editions en dat soort dingetjes doen. Met een aantal van mijn lievelingsmerken. En daar horen ook meet and greets en leuke dingen bij. En oh, ik vind het zo leuk. Dus ik ben nu heel druk ook bezig met dingen ontwerpen. En nou ja, het wordt gewoon echt een heel leuk jaar. Ik voel me echt zo gelukkig dat ik de allerleukste baan ter wereld heb. En al deze leuke dingen kan doen. Dus ja. Soms denk je wel eens, waar heb ik het aan te danken dat ik zo'n leuk leven heb. Maar goed, ik werk er ook hard voor en ik ben een eerlijk mens. Dus ja, I don't know. And I guess I'm lucky. Ik ga nu ook weer even werken en spullen inpakken. We gaan vanmiddag naar Friesland, naar een heel chill hotel. En dan gaan we lekker chillen dit weekend met Olly. En Bibi komt morgen. Bibi heeft vanavond haar eerste schoolfeest. Dus ik hoop dat ik morgen alle roddels te horen krijg van het schoolfeest. Dus die komt morgenochtend naar ons toe. Maar goed, ik... ga koffie naar mijn vriend brengen. Die zit in de studio. En mijn laptop werken. Ben je blij met je koffie? Super blij met mijn koffie. Waarom knijp je zo met je ogen? Omdat er super veel zon is. I see. Kijk, wat vinden jullie van mijn Nevea pot? Vinden jullie van mijn... Jouw rommelige scherm. Alright. En na een lange dag werken zitten we in de auto. Hebben we er zin in, Olivia? Cool. Papa en mama ook heel veel zin in. Gaan we lekker naar Friesland? Ja. Nou, mooi. Ja. Haspia, ja. Hi Sander. Hey. Heb je er zin in? Ja, superveel. Nou, gezellig. Ik heb best hard gewerkt deze week. Ik ook. Ik heb basically alleen maar in mijn computer getuurd. Getuurd, ja. Op zoek naar muzikale wiskundige oplossingen. Ja. Hij gaat vallen. Denk je? Denk jullie niet? Ja, maar als ik het heel zachtjes doe. Okay. Ik heb ook echt super honger al. En dorst. Ik heb zin in dat Friese suiker. Oké, okay. Uurtje in een kwartier. En dan zijn we er. Ja. Oké. Okay. Nou, we hebben wat snacks voor jou achterin. Maar die kunnen we beter bewaren tot we daar zijn trouwens. Nee. Vlogcamera valt niet, hè? Kay? Kay krijgt een baby. Leuk hè, Ol? Een vriendinnetje voor jou. Vind je dat niet leuk? Tante Kay. En tante Momo. En Sanne. En wie zijn er nog meer? Oma. Oma heeft een nieuw huis. Oma heeft een nieuw. Ja. Nou, dat wist je al. Ja. Oh, oké. Okay. Nou, dat wist ik en weet je wie er morgen komt? Bibi. Bibi. Bye-bye, Bibi. Ze zei dat de crash je kletst de oren van je kop af. Papia. Ze kletst de oren van je kop af. Papia. Ja. Wij zijn aangekomen. Ik kan het niet echt laten zien. Daar is onze slaapkamer. Oh, die gaat even vloggen. Wat ga je vloggen? Ga je roomtour filmen? Ja. Zo. Ga je kijken? Papa, iets. Man. Dit is. Ah. Zo. Lekker. Nou, ja. Kijken wat we gelijk
Staat in boem. Staat in boem. Nou, dan heb ik het wel. Goedemorgen, Olivia. We hebben hier een babybed gecreëerd voor Olivia. Kijk, kunnen we lekker naar buiten kijken? Dat is leuk. Waar is de koe nou gebleven? Waar is het schaap? Zit je in de lampjes? Kijk! Goedemorgen. Sander is Bibi gaan halen. Dus Bibi komt zo. Oeh! Wil je hem pakken? Kijk! Dus Sander komt zo naar ons toe met Biebs. En ik ben al mijn make-up vergeten in Amsterdam. Dus ik kan dit weekend geen make-up op. Maar ja, dat is ook niet zo heel erg op zich. Olivia is echt in zo'n baby puber bui. Echt niet te doen. Olivia was echt het makkelijkste kind ooit tot nu. Ze is nu 1 jaar en 8 maanden. Wanneer ben je jarig? In maart? November? December? Ja. 1 jaar en 8 maanden. En ze huilt en zegt overal nee op. En ze wordt ook soms 's nachts weer wakker. En dat is ze normaal. Ze is echt de beste slaper. En ze helpt normaal gewoon letterlijk nooit. Maar de laatste dagen wel. Dus ik hoop dat deze fase kort duurt, hè? Het is geen leuke fase waar jij in zit. Ja. Ja. Kijk. Je bent nog wel heel lief natuurlijk. Auto. Zag je auto's? Weet je wie er zo komt? Bibi. Bibi. Met Bibi en papa. Papi. Papi. Mimi. Bibi. Papi. Oh. En in het hotel trouwens waar we nu zijn, waren we ook toen ik 35 weken zwanger was. Dus dat is wel leuk om hier aan weer te zijn. Toen gingen we voor de laatste keer Bibi, Sander en ik met z'n drieën zeg maar weg. Voordat Olivia kwam, alleen toen vlogde ik nog niet. Maar dus dat is wel leuk om hier dan weer te zijn met Olivia. Oké, Olivia slaapt eindelijk. Die heeft echt een half uur gekrijsd. Dus ik ga nu lekker even lunchen naast onze kamer. En wat we altijd doen, voor degene die het vragen, als we Olivia soms even niet meenemen. Doen we nooit langer dan een half uurtje als we gaan eten in een hotel. Dan doen we dus altijd FaceTime. Dan FaceTime Sander mij. Dan leg ik mijn telefoon bij Olivia neer. En dan laten we FaceTime aan. Dus dan hebben we een soort van een babyphone bij ons. Dat is misschien wel een goede tip voor andere ouders. En Bibi is er ook net. Dus ik ga even eten. Hi Bibi. Hi. Bibi heeft gisteren haar eerste schoolfeest gehad. Heb je een kater? Nee, ik ben wel moe. Is ze klaar met praten? Ja, ze is klaar met praten. Nou, ik was in dat lunchje. Lekker? Ja, oprecht. Ja, ik heb een club sandwich, Bibi heeft een hamburger en Sander hotdog. Het is een soort van mukbang. Ja. Hè, Sam? Maar ik heb er niet echt iets van te praten. Wauw. Het is zo lekker dit. Ja, maar het is ook echt super lekker. Ja, mag één klein hapje? Eén kleintje. Ja, met... Nee, van deze. Ja. Ik moet me voorstellen dat Olly nu echt al een half uur wakker is. Ja, dat maakt me wel mijn zorgen over. Denk het ook nog niet. Nee, denk het ook niet. Dus dat is zo lekker. Ja, echt. Mag ik een slokje cola? Zo zijn we, hè?
lieve mensen. Oh. Ja, als Ol straks wakker is, gaan we zeggen. Waar denk je aan? Ja. Jawel, maar dat ga ik niet. Waarom niet? Hè? Waarom niet? Is het geheim? Ja. Ik loop er bijna op. Het is geen geheim, maar het is nog niet uitontwikkeld. Oké. Dus dit is een onderwerp waar ik zelf nog niet helemaal uit ben. Dus als ik het dan nu deel, ja, dan betrek ik anderen bij een proces. Maar het verhaal begon met Carlos Sitt, die een tweet op. En daar staat: great, another 100 BPM pop song with a vocal chop in the forest. Ik denk dat niemand jou kan verstaan. Shit, Carlos Sitt. Dat is een vlogger geworden. Die kunnen je niet verstaan anders, de vloggers. Carlos Sitt. Die jongen met wie ik in de studio zit in New York. Verder. Die had gezegd op Twitter: great, another 100 BPM song with a vocal chop in the chorus. En Chocolate Puma, twee hele oud-gedienden uit Haarlem, die hadden dat geretweet. Mm-hmm. En toen dacht ik dus dat zeg maar mensen precies één ding kunnen, maar iets anders niet zo gauw geneigd zijn om dat andere dan weg te zetten als slecht. Wel. Weet je wel, dat is hetzelfde als zeggen van oh great, another pop song with a guitar. Ja, oké. Okay. Omdat het jaren niet gelukt is om commercieel succes te hebben. En je besloten hebt van ik ga alleen nog maar underground muziek maken. Heb jij nog niet het recht om dan zeg maar die weg te reduceren. Ik vind dat je mensen moet laten leven in hun keuzes. Plus het feit dat ik net een 100 BPM popsong heb gemaakt met vocal chops in de chorus. Ja, en dat heet dus Black Neon. En toen dacht ik daarna van oké, hoe moet ik dat dan op Instagram op eruit laten zien? Want ik was een Black Neon Instagram van de We Are Black Neon. Staat hier op. Je was heel diep in gedachten verzonken weer. Sorry? Dus je was wel eens heel diep in gedachten verzonken. Nee, dus uiteindelijk, dus dat was zo begonnen. En toen dacht ik, ja, wat een bunch of negative assholes. En toen dacht ik, ja, mijn vocal record with vocal chops in chorus, die komt uit onder een andere naam, niet onder mijn naam. Toen dacht ik, oh ja, dat heb ik zelf niet. Toen dacht ik, zelf van op Instagram van Neil als Diplo / Major Lazer / Sander Kleinenberg / Black Neil. Ik weet het op de plek speelt, dus ik ga er meer over nadenken over dat soort dingen. En ik wou het nog niet met jullie delen, omdat ik vond dat het speelt. Dus nadat ik op je waar kan dan. En toen zat ik erna te denken of ik Giaro misschien zou moeten vragen als member van Black Neon. Omdat hij er goed uitziet. Ja. En daar, op dat moment zei jij, waar denk je aan? En toen dacht ik, daar ga ik niet zeggen. Een beetje raar aan Giaro. En ik denk, ik zit aan het denken om Jaro onderdeel te maken van Black Neon. Ja. Maar goed, het moraal kwam tot een verhaal. Maar nu heb ik jullie gedeeld in mijn overkijking. Dus dan hebben jullie de krochten. Bibi en ik denken heel erg aan wat zit daar een schattig jongetje. Ja. Nee, dat heb ik al 30 jaar lang gezien. Ja, wij ook, maar wij blijven daar gewoon wat langer in hangen dan jij. Kijk, elke keer weer denken we, wat lief dat hoedje, ja. Hey guys, goedemorgen. Zoals jullie zien ben ik weer in Amsterdam. En ik ga nu naar het Amsterdam Hotel om foto's te maken. Het is maandagochtend en mijn batterij was opgegaan het weekend. Dus vandaar dat ik niet meer heb gevlogd. Wacht, ik ga eventjes iets pakken en dan ben ik zo terug. Ja, dus ik ga naar het Amsterdam Hotel en... ik heb echt superleuke nieuwe kleren trouwens. Maar
Die wil ik eigenlijk even unboxen. Maar niet nu, maar straks. Vooral deze jas vind ik heel leuk. Zal ik de link hieronder posten. En dit shirt, Tommy shirt. Ik kan het zien. Zo, echt het allercoolste shirt ooit. Link hieronder posten. En wees snel, want vorige keer met die Tommy sweaters wilden zoveel van jullie ze kopen. En ik krijg nog steeds berichten van meiden die vragen of ik weet waar je ze nog hebt omdat ze op zijn. Dus ik denk dat deze shirts er nog zijn. I don't know. Ik link ze hieronder en dan moeten jullie maar checken. Wij hebben een meisje dat niet wil slapen. Olivia heeft nog helemaal niet geslapen vandaag. Het is nu 7:30 of zo. Olivia kan trouwens zo goed praten tegenwoordig. We hebben echt weinig Olivia gevlogd de laatste tijd. I love you. We liggen nog steeds op de bank en ik erger me zo aan mijn uitgroei. Kijk, bah. Ik wil weer super blond. Ik ga morgen de kapper wel een afspraak maken. Ik keek net naar een oude vlog en haar is er zo mooier. En hoe gaat het met jou? Ja, goed. Ik ben echt letterlijk alleen Zullen maar... Zullen we alsjeblieft naar bed? Ik ben zo moe. Oh, oké. Okay. I'm so bored. Ik was op zich iets aan het zeggen. Wat dan? Nee, ik ga niet meer zeggen. Mag ik eens kijken? Waar? Oh, mag ik eens deze klepsen? Goedemorgen! Oh, knuffel. Dat is leuk. Knuffelen. Zullen we een staart maken? Oké, okay, good morning. Ik heb Olivia naar de crèche gebracht. En ik kom nu naar thuis. Dus ik ga aan het werk. Maar ik bedacht mij dat ik jullie beloofd had dat ik die ezels spulletjes zou gaan unboxen. Die ik gisteren gekocht heb. So let's do it. Volgens mij zit mijn foundation echt helemaal overal. Maar dat zie je nu even niet, want ik ga in het daglicht zitten. Ja, ik zit een goede plek om dit te doen. I don't know. Hetgene waar ik trouwens het meest blij mee ben, dat heb ik nu aan. En dat is dit witte shirt. Ik vind echt niks zo moeilijk als een basic goed shirt vinden. En deze is met een ribbeltje. En die kwam in een pakket. Ik heb alles hier liggen. Die kwam in een pakket van 2, dus ook deze. Maar ik denk dat ik er nog een paar ga bestellen. 36 heb ik ze in. Die is echt perfect. Ik ben echt, ja... Ik ga trouwens ook echt nu een nieuw bestellen. Want ik vind niks zo moeilijk als basic shirts vinden. En ze zaten dus in een pakket van 2. Volgens mij zijn er 2 voor 15 euro. Dus, dat is een hele goede tip. Ik bedacht me net alleen dat ik 1 ding nog in de kast heb liggen. Maar dat pak ik zo. Ik heb gekocht... Een beanie. Want het wordt koud. Deze heb ik ook in het lichtgrijs. Nog van vorig jaar. En ik draag zelf heel vaak beanies. Want beanies zijn het perfecte excuus om je haar niet te doen. Dus ja. Die heb ik gekocht. En ook leuk voor foto's. En warm. Last but not least. Even kijken. Zit die zo goed? Ja. Nou dit. Dit is hem. Hij kan zo. En hij kan zo. En ik ga alles natuurlijk hieronder linken. Voor degene die het altijd vragen. Ja. Dus dat is de tweede item. Ik weet dus niet wat hierin zit. Ik heb iets gekocht. Oh ja.
Dit ga ik niet laten zien, want ik ben hier niet blij mee. Dit was een ketting, maar die kleur is zo intens lelijk van deze ketting. Dus ik ga het opsturen. Ja, it has to go. Het volgende wat ik gekocht heb. Ik ben heel erg fan van hiphop en van Tupac en Snoop Dogg en dat soort dingen. En toen zag ik dit jurk. Dit jurk. Ik ben echt vandaag, mijn spelling is echt zo slecht. Deze jurk zag ik vandaag. Ik kan niet meer praten. Deze jurk. Ik kan gewoon echt niet meer praten. Wat is up met dat? Dit shirt, a.k.a. een jurk, zag ik. En hij is een beetje vintage en ik vind hem echt awesome. Het is dit shirt van Snoop Dogg. Ik ga hem hier ook onder linken. En ik dacht, dat is wel cool voor als ik uitga, één keer per jaar, met overnielaarzen. Of gewoon voor chill in huis. Dat je er toch nog een soort van cool uitziet. I like it. Of met een panty kan die trouwens ook wel voor de herfst. Daarnaast heb ik altijd een probleem. Ik ga eigenlijk ook niet heel vaak, want ik zit altijd thuis. Maar soms ga ik naar events. Niet vaak. Soms. Of naar avonddingen. En altijd als ik naar avonddingen ga, dan heb ik niks om aan te doen. Want zoals jullie weten draag ik heel veel beige en nude kleuren. En heel veel ja, dit soort items, zeg maar. Dat is niet echt heel leuk om aan te doen naar een event. Dus ik dacht, ik koop ook even iets leuks. Ik hou dus niet van heel erg overdressed gaan. Dus ik vind het wel leuk om iets van een overdressed top te dragen. Dus daarom heb ik deze gekocht. Het is een body. Dat vind ik dan leuk om bijvoorbeeld in zo'n vintage Levi's te doen. En dan hakken aan te doen. En dan dit. Dat vind ik altijd leuk. Zeg maar qua kleding voor uitgaan. Ik vind hem trouwens echt super mooi. Dus die. Deze body heb ik gekocht. Dit is echt een goede order. Ik ben echt blij met heel veel dingen behalve die ketting. Dan het volgende. Wat ik ga laten zien. Het is echt het meest random ever. Maar ik wilde dit al zo lang. Wat denken jullie dat dit is? Dit is om je telefoon in te doen. Onder waterfoto's te maken. Maar deze ging heel goed. Hij is van het merk Hama of zo. Ik zal het ook hieronder linken. Het is ook van ASOS met een koordje eraan. Die ik er nu aan ga doen. Anders dan raak ik die kwijt. Zoals ik alles in mijn leven kwijtraak. Het is dus nog best wel vroeg. En ik heb dus nu al zo'n ontzettende vreselijke intense honger. Wat moet ik daarmee? Nou, het koordje zit eraan. Dus dat is mooi. Dan het volgende heb ik jullie gisteren laten zien. Want dat heb ik gisteren aan. Deze kleur jassen zijn natuurlijk helemaal in. En ik ben zelf niet heel lang. Ben nog niet klein, maar niet lang. Ben 1,70 misschien. Of 1,68. En ik vind dus lange jas niet zo. En deze maat jas. Ik heb hem ook op een van mijn Instagram foto's aan. Oh my god. Er zit tomatensaus en paprika chips op mijn pak. Deze vind ik echt heel leuk. Lengte vind ik zo ook heel leuk. Hij is zo lang. Dus die kan je ook hieronder vinden. En het is uiteraard van Nepont. Van dit merk vind ik echt een heel leuk merk. Dat heet Jakke. J-A-K-K-E. Die hebben super veel leuke jassen. Dit vond ik echt heel cutie. Cutie bedoel je. Maar ik dacht dat is leuk om allemaal productjes en sieraadjes of dat soort dingen in te doen met reizen. Kijk, het is gewoon een leuke satijnen roze tas. Maar ik hou van alles wat roze en satijn is. Dus, ik heb het ook gekocht. En daar ben ik ook blij mee. Waar is het meest belangrijke van mijn aankoop gebleven? Dat heb ik ook in de kast. Deze trui heb ik nog niet gezien of het past. Even kijken. Ik vind dat met beige en nude en camel tinten is altijd maar, moet het precies maar goed vallen met je haarkleur. Kijk, ik heb deze dus gekocht. Ik zal hem even aandoen, denk ik, omdat die mouwen zo lekker oversized zijn. Even kijken hoe die zit. Misschien moet ik deze vandaag wel aan. Let's see. Ja, ik denk dat ik deze kleur wel heel mooi vind. Er zit hier dus een. Ja, dit is wel heel leuk met deze mouwen. Ik moet zo even kijken hoe die kleur staat. Maar volgens mij is dit wel een leuke trui. Hij moet alleen niet over een tuinbroek. Oké, en dan heb ik nog deze jurk. Ik dacht dat is ook wel leuk voor events. Want ik vind deze printjes heel erg leuk.
En dat is zo'n Bulberrier. Ik dacht dat het leuk met allemaal sieraden en zwarte overnie laars of iets. Deze heb ik in een maat 36. Ja, 36. En dan ga ik nog eventjes het belangrijkste van alles halen. Oké. De twee leukste dingen van deze haul, unboxing, is 1. Dit Tommy shirt. Ik ga hem hieronder linken. Je hebt hem volgens mij nog bij Zalando, bij ASOS en misschien bij de Bijenkorf. Ik ga, en voor de zekerheid, omdat ze zo snel uitverkocht zijn, even alle drie de websites hieronder, tenminste die directe link naar dit shirt posten. Daar zit pizza op. Waarom ben ik zo'n klunch? Zodat jullie in ieder geval kunnen kopen. Hij is iets van 40 euro geloof ik. 45. En ik vind hem echt geweldig. En gisteren heb ik denk wel 50 DM's gekregen over welke maat ik dus heb. Maar ik zit dus te zoeken en het staat er dus gewoon niet in. Echt super annoy. Het staat er echt niet in. I swear. Nee. Ik denk een medium. Dat is mijn gok. Dus hier ben ik heel blij mee. En dan hier ben ik nog iets meer blij mee. Want dit is echt de allercoolste wat ik ooit in mijn leven gezien heb. Oh, hier staat het small in. Staat het dan hier ook? Oh, het is een small. Heb ik naar Tommy shirt. Dit is ook een small. En dat is deze trui. Ik vind hem echt geweldig. Hij is een klein beetje cropped. De achterkant ziet er zo uit. Die vlaggen staan op de mouw. En op de andere mouw staat denk ik Tommy Hilfiger. Maar nee, Tommy jeans. Nou, ik kan echt niet wachten om deze aan te doen. Ik ben hier zo intens gelukkig mee. Dus ik ga lekker alles in mijn kast ophangen en opruimen en verder werken. En ik moet nog wat shooten en alles doen. Misschien ga ik een Q&A ook nog filmen vandaag. En ik ga met Monica straks afspreken en van alles. Maar ik ga wel de vlog afsluiten, want ja, dat moet gebeuren. Want de vlog komt morgen online. Dus heel erg bedankt voor het kijken. Als jullie nog niet gesubscribed zijn, doe dat dan hieronder. Want de vlogmas komt er ook weer aan. En dan is er elke dag een vlog. Dat is ook bijna zover. Daar heb ik heel veel zin in. Thumbs up als jullie daar ook zin in hebben. Dus ik zie jullie zondag weer.